In deze paragraaf gaan we ons bezighouden met het absolutisme, of hoe koningen in Europa alle macht in handen kregen. De informatie bij deze paragraaf vind je in je boek op bladzijde 89 en 90. Slechts één kenmerkend aspect deze keer. Het gaat over het streven van vorsten in Europa naar absolute macht. De belangrijkste absolute vorst die Frankrijk heeft gehad was Lodewijk XIV. Hij werd geboren in 1638. Amper 5 jaar oud stierf zijn vader en werd Lodewijk als Lodewijk XIV koning van Frankrijk. Met een kind als koning duurde het niet lang of er ontstonden opstanden die tot doel hadden de koning van de troon te stoten. In 1648 brak er een burgeroorlog uit in Frankrijk, de Fronde. Burgers en edelen probeerden de macht te grijpen en de 10-jarige koning moest in 1648 uit Parijs vluchten. Vanaf 1661 ging Lodewijk alleen regeren en ontwikkelde hij zich tot een absoluut vorst. Hofpredikant Bossu bracht de koning het idee bij van het droit divin. Dat wil zeggen dat de koning door God op de troon geplaatst is en de koning alleen aan God verantwoording hoefde af te leggen. Lodewijk had nu alle macht in handen en kon dus zeggen: l'état c'est moi, de staat ben ik. Hier zie je de koning op zeer jeugdige leeftijd. Je ziet op dit schilderij al dat hij dun haar had. En dit is de koning tegen het einde van zijn leven. Om zijn kaalheid te verbergen droeg Lodewijk XIV een pruik. Het dragen van pruiken door zowel mannen als vrouwen werd daarom mode in Europa. We gaan kijken naar de kenmerken van het absolutisme. Een steeds verder groeiend ambtenarenapparaat waarin burgers een belangrijke rol speelden. Daarnaast zorgde de Lodewijk voor het ontstaan van een staand leger, een permanent leger dus, en niet, zoals tot dan toe gebruikelijk was, een huurlingenleger dat na een oorlog werd afgedankt. De rol van de adel werd minder. Lodewijk XIV vertrouwde als gevolg van de Fronde de adel niet. Hij verplichtte de edelen om aan zijn hof te verblijven en gaf hen baantjes in het leger. Hierdoor werden ze financieel afhankelijk van de koning en dus ongevaarlijk. Lodewijk hield er een schitterend hof op na. Hij liet buiten Parijs een prachtig paleis bouwen, het Paleis van Versailles. Dit paleis werd het symbool van de macht van de koning. Lodewijk noemde zichzelf de zonnekoning. De planeten draaien om de zon en hier draait alles om mij, aldus de koning. En zonder de zon is er geen leven mogelijk en dat is met mij precies hetzelfde. Hier zie je de hoofdingang van het Paleis van Versailles, waarvan je ook een schilderij ziet op bladzijde 89 van je boek. En dit is een zicht op een gedeelte van de tuinen rondom het paleis. En hier, dit is de spiegelzaal van Versailles. Het is de plaats waar de koning resideerde. De zaal is 73 meter lang. Door het gebruik van spiegels lijkt de zaal nog groter dan dat hij in werkelijkheid al is. In 1685 werd door Lodewijk XIV het Edict van Nantes opgeheven. Hiermee kwam een einde aan de godsdienstvrijheid die vanaf 1598 in Frankrijk had bestaan. De Hugenoten, zoals de Franse Calvinisten werden genoemd, vluchtten weg uit Frankrijk naar Berlijn en naar de Republiek. De vlucht van die Hugenoten betekende een gevoelige klap voor de Franse economie. Samen met zijn minister Colbert voerde Lodewijk het mercantilisme in. Om de Franse nijverheid en handel te bevorderen, ging de koning hoge invoerrechten heffen op buitenlandse producten. Daarnaast stimuleerde hij de export. Hier zie je op een prent uit die tijd de Franse kerk in Leeuwarden. Deze kerk behoorde toe aan uit Frankrijk gevluchte Hugenoten die in de Republiek waren gaan wonen. Lodewijk XIV had een hekel aan de Republiek. Dus beraamde hij een aanval samen met 3 bondgenoten. De bisdommen Keulen en Münster, Engeland en Frankrijk
vielen de Republiek in 1672 aan. Daarmee is de term rampjaar ook verklaard. De buitenlandse troepen bezetten het grootste deel van de Republiek. Alleen Holland en Zeeland ontkwamen aan een bezetting omdat de Hollandse waterlinie de opmars tegenhield. Raadpensionaris Johan de Witt kreeg de schuld van de oorlog en van de verliezen en dus werd hij samen met zijn broer Cornelis in augustus 1672 door het gepeupel in Den Haag vermoord. De jonge prins Willem III werd stadhouder en had als taak de indringers te verdrijven. De Vrede van Nijmegen maakte in 1674 een einde aan de oorlog. Hier zie je Johan de Witt. Hij werd raadpensionaris in 1653 en bleef dat tot zijn dood in 1672. En hier zie je de lijken van Johan en Cornelis de Witt. Ze werden niet alleen vermoord, maar ook opgehangen zoals je ziet. Verschillende lichaamsdelen werden uit het lichaam van Johan gesneden, links, en verkocht. Zijn tong en teen bevinden zich in het Haags Museum. We gaan nu kijken naar de ontwikkelingen in Engeland vanaf 1642 tot 1685. In 1642 brak in Engeland een burgeroorlog uit die in 1649 eindigde met de onthoofding van koning Karel I. De koning moest plaatsmaken voor een burger, Oliver Cromwell, die zichzelf de titel Lord Protector gaf. Cromwell bleef tot zijn dood in 1658 aan de macht in Engeland. De zoon van Cromwell werd in 1660 verdreven. Toen werd Karel II koning van Engeland. Karel streefde naar absolute macht en probeerde dus de macht van het Britse parlement te beperken. In 1685 werd hij opgevolgd door Jacobus II. Jacobus was katholiek en dus gingen protestante leden van het Britse parlement samenzweren tegen hun koning. Dankzij die samenzwering kon de Hollandse stadhouder Willem II in 1688 na een invasie in Engeland aan de macht komen. 1688, dat is ook het jaar van de zogenaamde Glorious Revolution. De macht van de koning werd vanaf dat moment beperkt, terwijl het Britse parlement het voor het zeggen kreeg in Engeland. Engeland werd een constitutionele monarchie. Er werd ook bepaald dat nooit meer een katholiek de troon zou mogen bestijgen. Hier zie je Willem II in de tijd dat hij stadhouder was, dus tussen 1672 en 1688. Op dit schilderij zie je Willem II opnieuw, maar nu als koning van Engeland. Vanaf 1688 tot aan zijn dood in 1702 combineerde hij beide functies en was Willem dus tegelijkertijd stadhouder en koning. Dit loste de koning op. Hij ging een pruik dragen en je snapt het al, als de koning een pruik draagt, gaat iedereen een pruik dragen. Overigens nog het verhaal af te maken. In 1661 overleed Mazarin en vanaf dat moment regeerde Lodewijk de 14e als een absoluut vorst over Frankrijk tot zijn dood in 1715. Tisme. We kijken naar vorsten in Europa. De meeste landen in Europa waren in de 17e eeuw een monarchie. Denk aan Noorwegen, Zweden, Denemarken, Engeland, Frankrijk, de meeste Duitse staten. Eigenlijk waren er maar een paar republieken, waaronder de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Maar zoals gezegd waren de meeste landen dus een monarchie of een koninkrijk. Deze koningen regeerden absoluut. Dat wil zeggen, de koning heeft alle macht en deze macht heeft hij gekregen van God. Dat noemen we het droit divin, oftewel het goddelijk recht. Dat wil dus wil zeggen dat de koning alle macht heeft omdat God hem op de troon heeft gezet. En de koning hoeft alleen aan God verantwoording af te leggen, niet aan zijn volk. Is een volk slecht, dan is dat niet de schuld van de koning, maar van het volk. Immers, in de ogen van God heeft het volk slecht geleefd en daarom straft
God het volk met een slechte koning. In de 17e eeuw en in de 18e eeuw is een aantal belangrijke absolute vorsten te herkennen. We noemen natuurlijk Lodewijk XIV in Frankrijk, die de bijnaam kreeg de Zonnekoning, en de Pruisische koning Friedrich Wilhelm I, die de bijnaam kreeg de Soldatenkoning. En dit is de slaapkamer van de koningin. Je ziet ook hier weer oogverblindende pracht en praal. Zetten we de kenmerken van Lodewijk XIV nog even op een rijtje. Zoals gezegd, hij was een absoluut vorst die regeerde volgens het principe van het droit divin. Hij liet grote paleizen bouwen, Versailles, waarvan je net een paar dia's hebt gezien, en hij was in het bezit van een gigantisch leger waarmee hij heel veel oorlog voerde gedurende zijn regering, en die oorlogen waren niet het minst gericht tegen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. En daarnaast hanteerde hij het mercantilisme. Dat is het beschermen van de eigen handel en nijverheid door het heffen van invoerrecht. Dus, als een buitenlands product goedkoper was dan eenzelfde soortgelijk Frans product, dan werden op het buitenlandse product invoerrechten geheven. En wel zo dat het buitenlandse product in Frankrijk duurder werd dan het Franse product. Op die manier gingen de Fransen dan de eigen producten kopen, waardoor in dit geval de Franse economie erop vooruit ging. Godsdienst was ook een belangrijk item natuurlijk onder Lodewijk XIV. Lodewijk XIV was katholiek en hij had te maken met de aanwezigheid in zijn land van de zogenaamde hugenoten, zeg maar Franse protestanten, en die genoten sinds 1598, sinds het uitroepen van het Edict van Nantes, geloofsvrijheid binnen het Koninkrijk Frankrijk. Aan die geloofsvrijheid maakte Lodewijk XIV in 1685 een einde. Hij trok toen namelijk het Edict van Nantes in. Het gevolg was dat de hugenoten hals over kop vluchtten uit Frankrijk en onder andere terechtkwamen in de Republiek en in Brandenburg, en met name in de hoofdstad van Brandenburg, in Berlijn. Het vertrek van de hugenoten betekende een teruggang van de Franse economie, want de hugenoten waren niet alleen rijk, maar ook invloedrijk, en ze hadden een groot deel van de handel en de middenstand in handen, en door hun vertrek leed de Franse economie enorm.